tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefdeliedje tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Kan die nou toch zijn? Waarom doet niemand iets? Maar de politie is gewaarschuwd. Ze zijn op zoek naar hem. En meer kunnen we niet doen. We kunnen alleen maar wachten totdat ze bellen. 'S Nachts alleen op straat. Hij is pas 8. Maar de politie vindt hem heus wel, echt waar. Luister eens, wilt u misschien iets drinken? Een kop koffie, een kop thee? Nee, ik wil alleen mijn kind terug. Weet je al iets? Oh, hij is nergens te vinden. Heeft u geen idee waar hij kan zijn? Bij een schoolvriendje misschien? We hebben echt iedereen al gebeld. Niemand heeft hem gezien. Heeft u andere kinderen? Nee, nee. We hebben zelf helemaal geen kinderen. Nou, Pietje is geadopteerd. Weet u dat? Tja, we waren van plan hem te zeggen, maar... U wist niet hoe. Nee. Nou, waarschijnlijk is hij daarom weggelopen. Hoezo daarom? Nou, dan heeft hij gehoord dat hij geadopteerd is. Mirjam? De oprijlaan was lang. De butler onbeleefd. Maar Villa Bezemer is, ik bedoel, als villa bijzonder opvallend, hoor. Hoe kom je aan mijn adres? Hoe heb je me gevonden? Via je werk natuurlijk. Wat doet hij hier? Je wou hem toch naar het opvangcentrum brengen? Dat heb ik gedaan, maar daar is hij ook weer weggelopen. Kan hij hier niet slapen vannacht? Nee, dat kan niet, nee. Waarom niet? Er is geen ruimte voor, daarom niet. Je zei dat er in het huis van je ouders 7 slaapkamers waren. Ja, dat was ons vorige huis, ja. Hij kan toch in jouw bed? Je moet hem naar het opvangcentrum brengen, daar zijn ze toch voor? Dat kan niet. Hij zegt dat ze hem in een inrichting willen stoppen. Wil je dan dat dat gebeurt? Oké, okay, hij kan vannacht hier blijven, maar morgen gaat hij weg. Oké, okay, we verzinnen wel wat. Hey. Hoe staat het met eten? Hij barst van de honger, en ik ook. Tas toe. Hallo. Kom, kom gelegen. Ik wil met je praten. Waarom? Kan dat ding uit? Ik had vanmorgen niet zomaar weg moeten lopen. Nee, ik begrijp het. Ik heb het er zelf naar gemaakt, hè. Nou, het is wel zo, maar daarna was je eerlijk tegen me en dat zal ook niet makkelijk voor je geweest zijn. Ik begrijp alleen niet waarom je die verhaaltjes hebt verteld over je rijke pa en zijn rederij. Ik ben daar echt heel kwaad over. Ik was bang dat je op me neer zou kijken omdat... Nou ja... Dat je dan zou weten dat ik voor een boer werk. Dat is dan heel stom van je. Dan ken je me blijkbaar niet. Kijk je dan niet op me neer? Tuurlijk niet. Ik beoordeel mensen op hoe ze zijn en niet op wat ze doen. Het kan me niet schelen of je wel of niet rijk bent. Ik mag je gewoon graag. En ik wil vrienden met je blijven. Meen je dat? Dan zou ik het toch niet zeggen.
Dus we kunnen elkaar blijven zien? Ja. Als je het wil. Ja, ben je gek? Ik wil niks liever. Nou. Weet je moeder het? Nee, ik heb het nog niet verteld. En ze hoeft het voorlopig nog niet te weten. Ik zeg het er later wel. Oh, oké. Okay. Nou, zullen we wat gaan eten? Of heb je al gegeten? Nee, ik had geen honger. Maar nu wel. Zullen we naar een restaurant gaan? Nee, je hebt de laatste tijd al zoveel geld aan mij uitgegeven. Deze keer zoek ik iets uit. En ik betaal. Hé, hey, nou ik had niet verwacht jullie nog samen te zien. Nou, dat had ook niet veel gescheeld. We stonden op het punt om weg te gaan. Zullen we? Ja. Dan had je ons niet tegengehouden. En uit de laatste spullen uit Annette's flat gehaald. Oh, jullie kennen elkaar nog niet. Annette is Nicole. Hallo. Hallo. Kom jij hier wonen? Ja, totdat ik iets anders gevonden heb. Oh. Zullen we maar gaan? Ja. Misschien tot zo. Ja, veel plezier. Het zal wel lukken. Nou, tot ziens, Annette. Ja, tot ziens. Zie je. Nou, ik ga even kijken of er nog wat tijd is. Ik maak wel even wat. Als je het kan vinden. Nou, ik zie wel. Sorry dat ik zo laat ben. Wacht je al lang? Een uurtje of wat. We hadden de crisis in het opvangcentrum. Er bestaat wel telefoon. Ja, maar ik wilde de lijn niet onnodig bezetten. Er was een jongetje zoek. Ik had gehoopt dat de politie hem snel zou vinden, maar... Hoe oud is hij? 8 jaar. En zijn ouders hebben jullie gebeld? Is het nou juist? Ze kwamen hem om vanavond op te halen. Toen kwamen wij erachter dat hij er vandoor was. Vervelende toestand. Je had langer vrij moeten nemen. Je bent nog lang niet hersteld van die schotwond. Ik ben een masochist. Pijn stimuleert me. Nee, maar ik meen het serieus. Goed zo. Jij bent op zijn mooist als je kwaad bent. Met jou valt het niet te praten.